Ja, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoi, dokter Hoekie hier. Kunnen jullie de volgende patiënt binnen laten komen? Dankjewel. Ja, de volgende. Welkom, komt u binnen, komt u binnen. Goeiedag. Zo, ga lekker zitten. Hoi. Dokter Rocky. We hebben elkaar eens eerder gezien, geloof ik. Een tijdje geleden. Maar goed dat u er bent. Zo, hoe gaat het met u? Dat hoor ik graag. Met mij ook, dankjewel. Dankjewel. Ik heb, laat het zo zeggen, ik mag niet klagen. En om Christen gaat het niet, dus 1 plus 1 is 3. Dus nee, alles is prima, dus dat is mooi. Dus ja, maar het is goed om u te zien. Zo. Nou. Vandaag gaan we een onderzoek natuurlijk doen. Hè? We gaan een medisch onderzoek doen. Nou, dit houdt in dat we gewoon bepaalde standaard onderzoekjes gaan doen. Denk hier aan bijvoorbeeld de hart of het hart. De longen natuurlijk. Kijk hoe die ervoor staan, hoe het klinkt, dat soort dingen. Nou, als het goed is zijn uw lengte en gewicht. Een bloeddruk opgenomen door de assistent hiervoor. Ja, dan zie ik ze daar allemaal al verschijnen in het systeem. Dus dat is allemaal al geregeld en dat is super mooi. Naast dat, verder is vandaag, houden we het gewoon simpel: longen, hart, de ogen en wat motorfuncties en eventueel wat spieren eigenlijk aanvoelen in het gezicht. Dus denk aan bekken trekken en een beetje voelen of bepaalde plekken pijn doen. Dat is in hoofdlijnen wat we vandaag eigenlijk gaan doen. Nou, natuurlijk, hè, voor als we bezig zijn, mocht er wat zijn, mocht er iets ja, is het iets waar je niet op je gemak voelt, iets oncomfortabel, en je zegt het gewoon. Mocht er iets pijn doen of iets anders, moet je het ook gewoon zeggen. Heel simpel. Daarvoor ben ik hier. Ik ben hier voor jou. En alleen voor jou natuurlijk. Dus ja, is dat allemaal duidelijk? Voordat we gaan beginnen, moet ik natuurlijk wel wat informatie opschrijven. Nou. Kijk, ik zie hier het gewicht staan, lengte en de bloeddruk. Die zijn allemaal op orde. Nou. Beter kunnen wij ons natuurlijk niet wensen. Toppie. Nou, in de afgelopen pak een beetje 6 maanden heb je nog klachten gehad? Operaties, dat soort dingen? Nee, briefkouwen. Oké. Okay. Oké, okay. En voor hoe lang was dat? Top. Nou. Voor de rest, niks. Oké. Dat vind ik mooi. Nou, dan zijn we daar klaar mee. Nou, dan laten we dan maar gewoon beginnen. Zoals ik zei, we beginnen met de hart en de longen. Dan gaan we gewoon kijken, hè, hoe vaak slaat die per minuut. Hoe klinken de longen? Hoor ik een piep? Hoor ik iets wat daar eigenlijk ja, niet hoort? Hè, om het zo maar te zeggen. De ogen en dan nog wat andere dingetjes, ja. Top. Ja.
We beginnen met het hart. Heel simpel. Ja, blijf lekker rustig. Ik lift. Ik ga nu natuurlijk je t-shirt omhoog tillen. Het kan wat koud aanvoelen. Dus mijn excuses daarvoor. Daar gaan we. Nou, we gaan gewoon rustig tot 3 tellen. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Toppie. Toch wat beter te zien als ik mijn bril op heb. Dat is helemaal prima. Dan gaan we nu over naar de longen. Oké, ga ik weer t-shirt omhoog doen. Zo, kan koud aanvoelen. En nu is het belangrijk dat je rustig inademt. Adem maar in. En hou vast. En uit. Heel goed. Nog een keer. Oké, heel goed. Andere kant. Ook hier. Adem diep in. Helemaal prima. Nou, super. Meer willen we natuurlijk ook niet. Dus dat is helemaal goed. Nu gaan we verder. Ik zet het alleen nog even snel in. En dan dat er met uit. En dan is het dan goed. En dan zo. Oké. Nou, dat is dus allemaal prima. Nu we dat hebben opgenomen en dat we daar de details en alle gegevens hebben ingevuld in het systeem, kunnen we verder naar de ogen. Hiervoor is het belangrijk dat je precies doet wat ik zeg. Het eerste wat ik ga doen is ik ga gewoon een observatie nemen, of doen, van de ogen. Dus ik ga gewoon kijken. Nee, niet. Ja. Oh, luister wat ik zeg. Dus kijk maar gewoon recht naar voren. Pak een punt op de muur. En kijk gewoon daarheen. Ik ga gewoon een beetje dichterbij. Een beetje bekijken wat ik zie. Nee, ja, het ziet er prima uit. Heel goed. Nou, ik zie niks raars. Een beetje roodheid. Heeft hij veel in de ogen? Oké. Ik kan verklaren waarom er
kleine rode plekken zijn. En dat komt gewoon door het wrijven natuurlijk. Als er jeuk is of iets. Of dus, je hebt een goede kleur in je ogen zit, dan ga je wrijven en dan wordt het rood. En voordat je het zijn je ogen zo. Dus ja. Totaal normaal. Ik zie geen rare voorbeelden. En omlaag nog een keertje. En omhoog. En naar rechts. Oké. Dan nog een ander testje. Ja, prima. Ga lekker rechtop zitten. Houdt uw hoofd lekker stil, zoals dat. En dan is het hier de bedoeling dat uw hoofd stil houdt. Maar alleen het lampje volgt. Dus het lampje volgt. Met uw beide ogen. Dus de ogen bewegen en uw hoofd blijft stil. Ja? Oké, volg het lampje maar. Heel goed. Houd het hoofd stil. Houd het hoofd stil. Super. Super. Heel goed. Heel goed. Houd het hoofd stil. Houd het hoofd stil. Prima. Oké, mooi. Dan zijn we daar klaar mee. Nou, de ogen wat betreft vind ik allemaal wel goed. Geloof ik allemaal wel. Ik zou eventueel nog een klein kijkje kunnen nemen met ja, otoscoop. Ja, het ziet allemaal wel mooi uit hoor. Prima. Oké, nou dat is alleen maar mooi. Het enige waar ik nog wel zou willen naar kijken is zoals ik zei, dat zijn de dat is eigenlijk de spieren in het gezicht. Hè. Zijn er pijnlijke plekken? Werkt alles naar behoren? Dus ik wil graag eerst beginnen met de gezichtsuitdrukkingen. Kunt u voor mij gewoon blij kijken? Gewoon. Ja, heel goed. Ja, ja. Kunt u uw wangen opblazen? Oké, dan ga ik ze zachtjes indrukken. Oké, heel goed. Kunt u van mij boos kijken? Oh, dat is zo boos. Heel goed. Kunt u van mij verdrietig kijken? Verrast? En nog een keertje heel erg breed lachen. Heel goed. Doe maar heel gauw weer normaal. Prima. Nou, dat zijn ook hele goede dingen. Wat ik nu ga doen is gewoon, ik ga het hoofd aanvoelen. Dus ik ga op de voorhoofd beginnen, ga ik een beetje drukken hier en daar. En wanneer iets pijn doet, vertel het me. Voelt het oké? En hier. En boven uw ogen. Ja. En aan de zijkant. Zo naar beneden werkend. Naast uw slaap. Allemaal prima ook. Top. Zo verder naar beneden. Rondom de neus. Ook prima. Oké, dat is super. Dan rond de mond. Ook allemaal goed. Oké, de kin. Ja. Nek. Ook allemaal goed. Oké, nou dat is heel mooi. Dus dan zijn we daar klaar mee. Verder is helemaal geen pijn, niks. Voelt je niks. Top. Oké, nou dan zijn we daar klaar mee. Dat is helemaal mooi.
Nou, dan zijn we eigenlijk klaar voor de medische check-up. Wat ik nog wel wil, is dat u een bloedtest doet. En dit is gewoon om puur te kijken wat de bloedwaarden zijn. De vitamines, denk eraan, de ijzers. Dit is gewoon prima om te kijken of er wat mis is wat wij niet kunnen zien. Want er kunnen ook dingen zijn die we natuurlijk niet zien. En daar willen we graag achter komen. Dus dat zou ik wel doen. Dat is boven de eerste verdieping. Zal ik gelijk even voor bellen. Ja, goeiedag. U spreekt met dokter. Ja. Ja, goeiedag. Ja, ik zou graag een over 5 minuten een bloedafname maken voor. Dat is inderdaad patiënt 2, 3, 4, 5. Ja, voor patiënt 2, 3, 4, 5 zou ik graag een bloedafname willen doen. Kan dit nog vandaag? Zo meteen, over 5 minuten. Top. Ja, dit is voor alles. Dus dit is voor de bloedwaardes, vitamines, ijzers. Test daar gelijk ook maar op een of andere ziektes. Ik krijg ze heel veel maar. Waarom niet, hè? Zo lastig. Ja, gewoon bloedtesten voor alles. Alles, van A tot Z. Oké, super. Dankjewel. Dit is goed. Doei, doei. Ja, dank je. Altijd lastig. Vraag me niet waarom. Maar het zei zo. Nee, maar dat is allemaal geregeld. De testen die we vandaag hebben gedaan hier zijn allemaal prima, zijn allemaal in orde. Ik heb niks raars gezien. Dus dat is alleen maar mooi. Alles staat in het systeem, dus dat kun je zelf terugkijken in je medisch dossier online als je dat eventueel wilt. Nou, de bloedtest, die kun je dus over 5 minuten doen. Eén voordeel. Meestal moet je me niet op dood schieten. Maar heb je het de volgende dag, krijg je daar de resultaat ook van binnen. En dan zal ik je bellen wanneer die binnen zijn. Ik verwacht eigenlijk helemaal niks raars. Maar het is altijd beter zeker te zijn dan ja, eigenlijk het totaal niet weten. En dat is dat natuurlijk. Maar dat zal vast wel goed komen. Dus daar maak ik me helemaal geen zorgen om. Verder was dat wel wat zo'n beetje vandaag. Dus ja, wij zijn klaar. Opgelucht. De dag kan. zonder dolle, zijn er nog vragen over de dingen die wij hebben gedaan? Nee? Oké. Ja, zintuigonderzoek. Ja, dat klopt. Dat kunnen wij doen. Als jij denkt van, dat wil ik. Dat heb ik nodig. Dat zou wel kunnen. Dan zou ik even moeten kijken wanneer dat kan. Dat zou eventueel volgende week kunnen. Volgende week. Volgende week woensdag. Om 3 uur 's middags. Ja, doen we dat dan. Oké. Nou, dat zal gelijk naar je e-mail komen. Dan weet je dat ook gelijk. Dus dat staat ook erin. Nou, dus volgende week woensdag om 3 uur een zintuigonderzoek. Daarvoor is het gewoon belangrijk om uitgerust te zijn. Dus wees uitgerust. En dan zie ik je volgende week woensdag wel. Ja? Nou, je hoort een belletje van mij wanneer de resultaten binnen zijn van de bloedtest. Mocht je nou geen belletje krijgen voor morgen, dan verwacht gewoon dat het de dag erna, of in ieder geval deze week er is. Meestal is het wel de dag erna, aangezien het nog vroeg is. Maar daarom zeg ik, schiet me er niet op dood, hè. There's a messenger. Dus, maar dat komt vast goed. Ja, doe voorzichtig.
En je hoort het vanzelf al. En op de tweede verdieping is het gewoon hier rechts de trap op. En dan ben je er wel, ja? Is goed. Hey, dankjewel. Graag gedaan. Geen dank. En ik zie je volgende week. Nou, dat verwacht ik wel. Ik verwacht dat er een goed uitkomt. Is goed. Hey, dankjewel. Hoi, hoi. Ja, gewoon de deur hierdoor, waar je in kwam. En dan is er rechts de trap omhoog. Is goed. Hey. Is goed. Hoi, hoi.